Goedemorgen, het is vandaag zondag 7 juni 2020. Het is weer een bijzondere tijd, zoals het altijd is natuurlijk. En vandaag, de zon schijnt en dan regent het weer. En dat is heel erg goed voor de natuur. Want God weet precies wat de natuur nodig heeft. Maar God weet ook precies wat jij en ik nodig hebben. Maar weten we eigenlijk wel wat God van ons wil? Dat is een goede vraag, of niet? Van de week, want we hebben hier een winkeltje en we hebben hier een ruimte die bijna elke dag open is. Dinsdag tot en met zondag eigenlijk. En op een gegeven moment kwam hier een dame binnen en die zegt, ja, de kerk gaat eindelijk open. Wauw, wat fijn. Ja, zegt ze, maar we hebben wel een brief gekregen en een e-mail. We mogen op zondag er zijn, maar we mogen niet zingen. Oh. Ja, want er zijn nieuwe regels van kracht dat de samenkomsten mogen wel. Maar je mag niet meer zingen. Toen was ik even stil. Niet meer zingen. Maar waarom ga je dan eigenlijk nog naar de kerk? Want 's avonds gingen ze dan eerst met een paar auto's naar een bepaalde plaats. En dan moesten ze in een auto blijven. En dan moesten ze in een auto zingen. Of niet? Oké. Snap jij het nog? Ik snap het ook niet meer. Maar oké, ze gaan met z'n allen naartoe. Hun wouden wel zien, mogen we dan een gitaar mee? Nou, eigenlijk niet, want we gaan dan niet zingen eigenlijk. Daar schrik ik wel even van, lieve mensen. Want weet je dat er 24 uur per dag om de troon van God gezongen wordt? Waarom wordt er eigenlijk gezongen? Heb je dat wel eens afgevraagd? Waarom wordt er 24 uur per dag om de troon van God gezongen? De reden is heel eenvoudig. God houdt ervan om aanbeden te worden. En dat verdient hij ook. Om aanbeden te worden, om geloofd, geprezen te worden. Daarom heet het ook lofprijs en aanbidding. Ik ga zo verder. Maar dat ging nog verder. Dus zondag nu voor het eerst gaan ze de kerk open. Yay! Ja, we gaan naar de kerk. En dan moeten we het zo doen. In blokken van dat. Dan gaan we heen. We mogen niet zingen. We gaan de preek luisteren. En dan moeten we weer naar huis. Oh. Maar waarom ga je naar de kerk? Kijk, zingen mag niet meer. Ja, ik ga even wat oplezen. Het is misschien vervelend. Zingen mag niet meer. En voor de preek hoef je niet te gaan. Want sommige mensen vallen toch in slaap. Want dan zit je daar, want heel vaak, ja, het is misschien heel vervelend, maar heel vaak, dat hebben we wel meegemaakt, dan staat er iemand op het podium, die staat wat te vertellen en het is heel monotoon. Je hebt eigenlijk niet zo goed door wat er wordt gezegd en sommige mensen vallen dan in slaap. Maar waarom ga je dan nog naar de kerk? En ik heb dat getest. Ik heb vroeger heel vaak koffiedienst gedraaid en dan na de dienst schonk ik koffie en dan vroeg ik gewoon, wat vond je van de preek? Weet je wat ze dan heel vaak zeiden? Nou, dan moet ik nog even over nadenken. Ik moet nog even bezinken. Hij sprak zo mooi. Ja, maar waar sprak hij over dan? He, kun je nog een tekst noemen? Want als je koffiedienst, dan moet je iets eerder beginnen met de koffie. En dus soms dan miste je een stukje. En dan was ik benieuwd wat hun eruit hadden gehaald. 8 van de 10 mensen konden me niet vertellen waar de preek over ging. Dat is heel erg. Maar net als met zingen. Waarom zou je niet meer mogen zingen? Weet je wie dat nu stopt? Dat is Satan. Want als je zingt, dan komt er speeksel vrij. Ach, houd toch op zeg! De Heer heeft het verdiend om geloofd en geprezen te worden. Het wordt uit volle bocht om eens meezingen. Want je zingt zoiets mooi. Vanmorgen ook. We hebben zulke mooie liederen. En ik zie nu al dat een van mijn lieve collega's heeft een tekst op het scherm gezet. Psalm 149. Halleluja, zingt de Heer een nieuw lied. Zijn lof in de gemeente der vromen. God wil graag bezongen worden. Hij wordt daar blij van. Want ik heb deze die regel gejat, dat is niet van mij. He, want er is een prachtige, you are a believer Kennedy. Die zei iets, kijk niet wat jij voor je land kan doen. Niet wat het land voor jou kan doen, wat jij voor je land kan doen. Maar ik draai hem om. Wat kan jij voor God doen? Wat zou jij nou God kunnen geven? Weet je wat God heel graag wil? Je hart. Nou, zal ik net doen als de kerk op zondag. Moet ik kijken. Zo, ga ik zitten. En dan gaan we zingen.
Dat is niet leuk, hè? Of zullen we dit doen? Heer, ik prijs uw grote naam. Want heel mijn hart zal ik u geven. Dat is wat beter, toch of niet? Hou je wel eens van iemand? Ben je wel eens verliefd op iemand? En ga je dan tegen iemand zeggen? Of zeg je, ik hou van je. Ik heb je lief. Ik wil je omarmen. Ik wil je alles geven. Woorden hebben kracht. De reden waarom wij zingen voor God is dat hij daar blij van wordt. Ik ben gezegend met 2 kinderen. Weet je wel, toen ik net getrouwd was en we waren even bij elkaar geweest, toen verlangden wij naar kinderen. Maar waarom willen we eigenlijk kinderen? Waarom willen we eigenlijk kinderen? Waarom heeft God ons geschapen? Heb je er wel eens over nagedacht? Nee. Nou, ik heb nieuws voor je. Ik wel. God houdt zoveel van ons. Een bundle of joy heb je in het Engels. In het Nederlands heb je daar niet echt een leuk, een bundeltje geluk. Nee, een bundle of joy. Heb je wel eens gezien als een moeder net een kindje heeft gekregen. En je gaat naar die op kraambezoek en dan zie je dat die moeder en helemaal, het is almost glow in the dark. Ze glinstert van blijheid. Ze is hartstikke moe, maar ze is zo blij. Wat denk je dat God de Vader heeft als wij zijn kind worden? Wij geloven in hem. We geloven dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En dat bespreken we uit. Dat doen we niet. Nee, Heer, ik hou van u. Met heel mijn hart geloof ik dat u bent opgestaan uit de dood. En dat u al mijn zonden van ons af heeft gewassen. En ik dank u wel, Heer, dat ik bij u mag zijn. En dank u wel, Vader, dat ik uw kind mag zijn. Weet je hoe blij je dan wordt? Weet je dat in de Bijbel staat, dat als er weer iemand een kind van God wordt, dan zingen de engelen! Joehoe! Maar wij moeten ook zingen. We prijzen de Heer. We loven de Heer. En laat je dan toch niet een juk opleggen. Stop er nou eens mee. Vanmorgen hadden we een heel mooi lied. In het Nederlands het lied 488. Maar in het Engels heet het The Power of God, The Power of Your Love. En weet je wat daar staat? Op een gegeven moment staat in een couplet, Unveil my eyes. Ik heb dat hier vanmorgen uit mogen leggen. Dat betekent je ogen ontsluieren. En ik wil vandaag met jullie naar een tekst. 2 Korinthe 3. En ik wil heel graag dat jullie dat thuis eens lezen. Want het staat in het woord van God. Hier hebben we Bijbels. En als je geen Bijbel hebt, dan wordt nu op het scherm wordt ook dan 2 Korinthe 3. En lieve mensen, lees nou eens mee wat er staat. Het is het woord van God, jongens. Dit is het heilige schrift. En dan pakken we hem uit 12. 2 Korinthe 3. Vanaf vers 12. En eigenlijk zou ik jullie adviseren thuis om 2 Korinthe 3 vanaf 1 te lezen. Maar anders heb ik te veel tekst. 2 Korinthe 3 vanaf vers 12. Nu wij zulke verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Geheel anders dan Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Wat staat hier nou? Nou, best heel veel. Nu wij zulke verwachting hebben, treden wij met volle vrijmoedigheid op. Wat is vrijmoedigheid? Vrijmoedigheid betekent vrij om moedig te zijn. Helemaal van, papa, hier ben ik. En wij zijn af en toe zo lekker gestoord als een deur. Net als koning David die met zijn lendendoekje voor de arken stond te dansen. Dat is wat God ziet. Daar word je toch vrolijk van? Kijk, ik heb 2 kinderen en die zijn nu volwassen. Maar weet je waar ik dan heel vrolijk van werd? Als ze weer van alles en nog wat uitvreten en praten. Maar ook, weet je wat ik ook leuk vond? Als ze dan bijvoorbeeld, dan hadden we een keer frietjes. En dan wilden ze een krokodil. Ja, dat bestaat natuurlijk niet. Maar daar word je toch heel blij van? Want er was of een kroket of een frikandel. Maar al die kleine dingetjes word je heel blij. Of als ze een zandkasteel aan het blij maken, maar aan maken met die emmertjes. Of een hele mooie tekening. Daar word je heel blij van. Weet je dat God de Vader heel blij wordt van een mooie tekening? Wat hij blij wordt van een gedicht. Dat hij blij wordt van een nieuw lied. Hij wil jou. Hij wil mij. Gewoon als echtheid. Ik heb het opgeschreven. Hij verlangt naar echtheid.
Maar wij verlangen ook naar echtheid. En sorry, die Farizeeën, daar was God niet zo blij mee. De Heer Jezus noemde ze huichelaars. Die gingen op de hoek van de straat dan schreeuwen. Aah! Maar kijk eens naar hun hart. Weet je wat zo erg is? Wij mensen zijn op dit moment heel veel mensen aan het verklikken. Heb je dat gezien? Ja, ze zijn met meer dan 30 mensen binnen. Oh! Heb je dat gezien? Is dat wat God wil? Of iemand? Wij helpen heel veel mensen. En ik ga geen namen noemen. Maar wij mochten iemand helpen. En van de week kwam er iemand naar ons toe. Nou, weet je wel wat die persoon gedaan heeft? Ja, maar wat is dat belangrijk dan? Weet je wat die persoon nu gedaan heeft? Die heeft zijn leven aan Jezus gegeven. Dat is veel belangrijker, ja? Heb jij geen fouten gemaakt dan? Ik heb zat fouten gemaakt. Maar wat ben ik blij, wat ben ik dankbaar dat de Heer Jezus voor mij aan het kruis is gegaan. En toen stond hij niet met een heel lijstje van, dat heb je gedaan, dat heb je gedaan, dat heb je gedaan. Nee, hij zei, lieve schat, ik geef jou een nieuw lijstje, een schoon lijstje. En toen vroeg ik, Heer, wat kan ik voor u doen? En weet je wat ik ook gedaan heb? Niet dat ik zo belangrijk ben, maar ik vroeg aan God bijvoorbeeld, en ik heb een keer eerder gezegd, wat vindt u nou lekker? Wat vindt u nou leuk? Wat vindt u nu fantastisch? En toen vroeg ik op een gegeven moment, God, welke taart vindt u nou lekker? En hij gaf mij antwoord. En op een gegeven moment kreeg ik een taart te horen, Red Velvet. Sorry, ik wist niet wat het was. Maar Red, dat hebben we uitgezocht. Red Velvet. En de ander hield van Mokka taart. Want we hebben drie, hè? Vader, Heer Jezus, Heilige Geest. En de ander is van een appeltaart. Ik heb het opgeschreven. Maar ik was zo blij dat ik iets voor hem kon doen. Hij kan in een knip van een vingers, hij kan alles maken. Maar wat ben jij bereid te doen voor God? We gaan deze tekst verder lezen. Want we zijn zo versluierd. Dat gaan we verder lezen. We gaan verder. We zijn in 12 geweest, nu gaan we verder. Geheel anders dan Mozes, die een bedekking over zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe, 7 juni 2020, want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, lieve mensen, we hebben een oud verbond en een nieuw verbond. Het oude verbond was met Mozes. Dat was de wet, dat is die 10 geboden. Tot Christus kwam. We zijn vrijgemaakt, jongens. We zijn waarlijk vrijgemaakt. Gelaten 5 vers 1. Laat je geen slavenjuk meer opleggen. En wat doen we? Die piepo's vertellen. Je mag niet meer zingen in de kerk. En we gaan dat doen ook. Dat is een slavenjuk. Maar waarom ga je dan nog naar de kerk? Wat breng jij naar de kerk? Kom je alleen maar consumeren of ga je alleen maar staan, zitten slapen? Uitzondering daar gelaten, jongens. En als je je nu aangesproken voelt, ja, wie de schoen past, trek hem aan. Maar een ander denkt, ja, ik ga in de kerk, ik ga wat brengen, ik ga wat halen. Ik ga wat misschien een beetje halen, maar ook wat brengen. Yes! We gaan nog verder. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, en nu komt het, jongens. Tot heden toe ligt telkens, wanneer Mozes voorgelezen wordt, de 10 geboden, een bedekking over hun hart. Wanneer, dan kan je je hart toch nooit geven aan God? Als er een bedekking over jouw hart ligt, hoe kan jij je hart geven aan God dan? Hoeveel kerken lezen de 10 geboden in elke zondag voor? Omdat dat standaard is. Dat is wettisch. Dat doen we nou eenmaal zo. Maar waarom doe je dat? Tot Christus was dat nodig, maar daarna niet meer. Ga nog een stukje verder. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, dus je moet je bekeren van de wet van Mozes. Hè? Maar dan, wacht even, stop. Die wet was toch belangrijk? Die 10 geboden. Er gaat niks, geen letter van die wet af, hè? Als jij in het oude verbond wil leven, be my guest. Maar ik wil niet in het oude verbond leven. Ik wil in een nieuw verbond leven. We hebben het Oude Testament, maar die is gesloten, want de Heer Jezus is opgestaan uit de dood.
Maar als jij dat niet gelooft, als je dat niet wil beleiden, als je dat niet 100.000% gelooft in je hart en uitspreekt, dan leef je nog het oude verbond, dan kan je onder het oude verbond leven. Ja, maar Marjolein, ik ga elke zondag naar de kerk. Who cares? Wat doe je in die kerk? Ga je lekker zitten op een stoel? Of ga je ook wat doen? Ga je met de mensen koffie drinken? Oh, maar dat mag niet, Marjolein, want we mogen geen koffie drinken. Nee, want hoezo mag dat niet? Je kan thuis ook een kop drinken. Je kunt ze toch uitnodigen? Misschien in die kerk niet. Ja, dat is niet mijn probleem. Dan moet je er wat aan doen. Wij laten ons geen slavenjuk meer opleggen. Natuurlijk zijn we niet dom. Natuurlijk houden we de regels in acht. Die corona, die moeten we onder onze voeten. Bam, dat zingen we dan ook. Satan hoort onder onze voeten. Maar dat moet jij doen. God heeft jou een hele grote gereedschapkist volgegeven. De gereedschapkist. De wapenrusting. Efeze 6. De wapenrusting. Je rust in de wapens die God jou geeft. Laatste stukje ga ik ook nog even voorlezen. Maar telkens, ik lees het nog één keer. Maar telkens, wanneer iemand zich tot de Heer bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Heer nu is de geest. En waar de geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heren die geest is. Dat zal ik even uitleggen. En daaronder staat overschatten. Die moet je nu maar doorlezen als je wil. Wij krijgen ook wel eens mensen hier die zeggen, wat hebben jullie wat ik niet heb? Dan zeggen wij, de Heilige Geest, die is ons als onderpand gegeven. Maar die kan jou krijgen. Ja, nou, moeilijk hoor. Hoezo moeilijk? Piece of cookie. Maar je moet er wel wat voor doen. Ja, maar Marjolein, ik heb dit en ik heb dat. Nee, smoesjes. Allemaal smoesjes. De Heer Jezus liep hier op deze aarde 33,5 jaar lang. Die had ook geen smoesjes. Ja, maar Marjolein, weet je wel hoe zwaar leven ik heb? Ja, en? Dat is geen excuus. Dat is geen excuus. Weet je wel hoe zwaar leven de Heer Jezus had? Die had pas een zwaar leven. Die had niet zoals wij een lekker bedje, een dekbedje en een kussentje en dan een serietje, Netflix en wat dan ook. Dat had hij allemaal niet hoor. Nee, dat had hij niet. Hij werd bespuugd, hij werd bespot. En wat deed hij? Spuugde hij terug? Ging hij iedereen zijn verhaal vertellen hoe moeilijk het had? Of deed hij Matthäus 9, vers 35? Gaan wij nu niet lezen? Springt, dat klopt. Door de enthousiasme, de passie, de power, stopt het beeld even. Dat is niet waar. Onze camera had even een update. Dus een beetje humor mag toch in de kerk. Maar we zijn nog steeds hartstikke vurig. Want de Heer Jezus liep dus op deze aarde. En wat deed hij dus? Matthäus 9, vers 35. Weet je wat daar staat? Teaching, preaching, healing. Dus hij gaf onderwijs, teaching. Preaching, hij predikt het woord. Dat is als je dan op de kansel staat, dan is het één richtingsverkeer van de kansel naar de mensen toe. En teaching is onderwijs, dat is tweeledig, net als je in een klaslokaal zit. Dus teaching, preaching en daarna kwam healing, genezing. En God wil dat jij vurig bent en hongerig bent om meer van het onderwijs te genieten. Meer om dat te doen. Dus even resume, even alles even een leuk duur woord. Ja, ik heb ook nog dure woorden, die zijn niet van mij, die zijn van God. Maar het leuke is, kijk, God is zo groot. Wil jij je hart aan de Heer Jezus geven? Wil je echt je hele hebben en houden aan hem geven? Wil je lekker vurig zijn voor hem? Wake up, een wake-up call. Luister nou niet naar het juk, maar luister naar de vrijheid. Dus niet doen 2 Korinthe 3 vanaf vers 12 tot en met 18. Laat je dus niet een versluiing opleggen. En ik ga jullie nu iets vertellen wat ik hier in de kerk niet verteld heb. Dus dan hebben jullie eigenlijk iets leukers. En hun hebben pech gehad. Dan moeten ze de preek nog even luisteren. Dus ja, als je hier was vanmorgen. Dit laatste stukje is ook voor jullie. Wanneer een bruid gaat trouwen. Ja. Dan heeft een bruid vaak een sluier voor zich. Weet je waarom? Nee hè? Nou, op het moment dat een bruid, en dat is een beetje uit de gratie en uit de traditie gegaan, maar een bruid heeft dan een sluier voor. Maar op het moment dat ze dan
En het ja-woord is, het moment dat ze dan haar man, hè, zij wordt haar, zijn vrouw en hij wordt haar man, dan gaat die sluier omhoog en dan zien ze elkaar van aangezicht tot aangezicht. Weet je dat God dat ook voor jou wil? Hij wil jou helemaal, zonder versluiering, zonder wat er dan ook tussen jou en hem. Wat hij wil is dat je krachtig bent. Dat je eerlijk bent, want hij wil dat het echt is. En dat je dus vurig bent, dat je niet in slaap sukkelt. Want als je op zondag naar de kerk gaat, alleen maar op een stoel te zitten en je luistert niet echt, heb je er ook geen zak van. Kun je beter thuis blijven, sorry, heb je niks aan. Maar dat je dus uitbundig hem gaat loven en prijzen, met heel je hart. Dat je hem gaat loven en prijzen, maar niet alleen op zondag, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Ja, niet s'nachts. Maar weet je dat ik s'nachts ook wel eens zing? Hier waren vanmorgen 2 mannen en die vertelden dat ze aan het zingen waren voor hem. Want 24 uur per dag, 7 dagen per week wordt de Heer bezongen. Hoe heerlijk is dat? Lieve mensen, hier sluiten we mee af. Wees enthousiast, wees vrolijk. Laat je geen slavenjuk opleggen. En lees het woord van God, 2 Korinthe 3, vanaf vers 12. Laat je geen versluiering opleggen. In Jezus' naam. Amen.